dit jaar een nieuwe. Goedemorgen allemaal. Welkom bij de Webinar Week, sessie 2 van de tweede dag van deze vijfde Webinar Week. Webinar Week die een initiatief is van BERFN en Zipconomy, gericht op het verder professionaliseren van onze beide vakgebieden. Recruitment aan de ene kant, inhuur aan de andere kant. Twee vakgebieden die zich razendsnel ontwikkelen. En aan de andere kant ook wel weer wat naar elkaar toe groeien. Onderdeel van vandaag is professioneel inhuren in de praktijk. We hebben vijf webinars vandaag, waar we de eerste vanochtend gehad hebben. Ik neem zo meteen nog even het programma met jullie door. De rest van de week staan er ook nog drie andere interessante dagen aan bod. De Candidate Experience is de vrijdag, als ik het goed heb. Employer Branding komt nog aan bod, dat is morgen. En donderdag staat ook in het teken van flex, om maar eens eventjes zeggen. Arbeidsmarkt, ZZP-cijfers, Total Talent Acquisition komt dan aan bod. En hoe je met tooling je hele inhuurproces strak kan regelen. Mocht je nog geïnteresseerd zijn in een van deze webinars, de rest van de week of de rest van vandaag, schrijf je alsnog in op onze website en dan kan je alsnog deelnemen aan een van die webinars. Later vandaag staan deze drie onderste agendapunten ook nog eventjes aan bod. We gaan het nog even over IT-sourcing hebben en nog wat stapje verder de diepte in. En Mark en Marleen komen vertellen over een rapport over recruitment process outsourcing. Ook een trend, ook weer outsourcen, daar gaan we het zo meteen over hebben. En dan laatste, zeker niet minste van vandaag, Wim Davids, die eigenlijk wat over de achterliggende trends heeft op de arbeidsmarkt. En wat je daar als zowel als bureau als opdrachtgever van zelfstandigen gebruik van kan maken. En op welke trends je daar eigenlijk moet in gaan spelen. Maar we beginnen eventjes met het eerste webinar van nu. Paul Oldenburg van Staffing Management Services. Nou, een oude bekende hier, Paul, aan tafel. Dus goed dat je er weer bent. Auteur van dit mooie boek. Nou, misschien wel het boek over professioneel inhuren. Het is wel aan vernieuwing toe, denk ik, Paul. Want deze is wel van alweer 2, 3 jaartjes oud. Komt er een nieuwe? Ja, de auteurs zijn al een klein halfjaartje bezig om met elkaar te brainstormen over nieuwe uitgaven. Oké. Okay. Gaat het dit jaar komen? We hebben ook een nieuwe redacteur daarvoor gestrikt. Ja. Als ik naam nog niet noemen, hè, maar het belooft wel heel wat. We gaan weer alle cijfers actualiseren, een aantal nieuwe inzichten toevoegen. Mooi. Ook wat jij zegt over het naar elkaar toe groeien van recruitment en inhuur. Zal ook in het boek aan bod komen. Mooi, mooi. Nou, nog een paar maandjes wachten en dan ligt hij er. We hopen de zomer. We hopen in de zomer. Nou, dan hou ik je aan. Paul, over naar het webinar. Je webinar heet professioneel inhuren zelf doen of uitbesteden. Nou, je zal op het laatste denk ik vooral ingaan. Zelf doen of uitbesteden. Interessant thema. Ik denk heel actueel voor heel veel opdrachtgevers. Wat kiezen we daarin? Hè? We hadden het eerste webinar ook al over keuzes, daar gaat het veel over. Maar het eerste stukje, professioneel inhuren. Waarom zou je eigenlijk professioneel moeten inhuren? Ja, dat is toch een ambitie die steeds meer partijen hebben. Maar het wordt ook steeds meer van ze geëist. Nou, met name door toezichthouders, ja, maar ook door de bestuurders zelf. Van jongens, de risico's die er op een inhuur zijn, die kunnen we niet meer met elkaar nemen. Ja. Dus laten we dit professioneel gaan doen. Er zijn genoeg instrumenten voor. En ja, wat ik echt wel heel graag in dit webinar aan jullie wil meegeven, aan de kijkers, is hoe je die discussie nou in je eigen organisatie gaat voeren. Want de uitkomst is niet zo interessant, hè, zelf doen of uitbesteden, maar wat interessant is dat je de discussie goed voert en dat je kiest wat bij je past. En dat is wat we nu gaan bespreken. Oké, nou, succes ermee. Maar even voor de kijkers, voor zover je het niet weet, als jullie vragen tussendoor hebben, stel ze gerust, dan gaan we die aan het eind van het webinar eventjes bespreken. Ja, perfect. Dankjewel, Hugo. Wat we dus vandaag gaan doen, is met elkaar bekijken van hoe kunnen wij nou in je eigen organisatie de handen op elkaar krijgen om de inhuur professioneel aan te pakken.
Hè, dus, en wat een goed begin is om met elkaar eens te bepalen van, joh, wat is nou onze ambitie met professioneel inhuren? Dus wat willen we bereiken? Nou, om dat goed te kunnen bepalen is het misschien ook wel aardig om even te kijken van waar staat u nou ten opzichte van de markt. En daar zullen we ook een kleine poll over doen. Die heb ik vorig jaar in 2018 ook gedaan. Dus ik ben benieuwd in hoeverre die gaat afwijken. We gaan even in op de argumenten voor en tegen uitbesteden. En we gaan in op de argumenten voor en tegen zelf doen. En, nou, dat is wel aardig, want dat zijn andere argumenten. He, dus op het moment dat je een andere bril opzet, van ik ga nu denken over uitbesteden, dan krijg je andere voor- en nadelen dan als je zegt van nou, ik ga het nu zelf doen. Wat krijg je dan aan voor- en nadelen? Laten we beginnen met waarom eigenlijk de organisaties om u heen al bezig zijn gegaan met het professioneel inhuren. In 2008, 2014, toen de recessie begon, beurskoers omlaag, werk in overvloed, professionals voldoende te vinden. Toen was eigenlijk het hoofdmotief kostenbesparing. Waar een aantal organisaties zeiden van, joh, wij moeten op dit dossier inhuur, moeten wij gewoon kosten besparen. We hebben meer marktwerking nodig in het proces. En dat was een beetje de belangrijkste drijfveer. Nou, daarna, zo rond 2012, 2013, een beetje rond het verschijnen van de eerste versie van het boek. Toen gebeurde er ineens ontzettend veel op het gebied van regelgeving. Waardoor de risicoperceptie ineens nogal toenam. En dat was met name de wet DBA, die daar veel stof heeft doen opwaaien, eigenlijk nog steeds. Maar waardoor van opdrachtgevers in lenende organisaties toch wel echt wel werd verlangd dat die dossiervorming in orde was. Ja, en dan heb je dus grip nodig op je proces. En dan moet je dus ook een proces hebben waar niks omheen gaat. Nou, dan, dat was in die periode de belangrijkste reden om met professioneel inhuur aan de slag te gaan. Nou, voor de publieke organisaties onder jullie kwam daar de aanbestedingswet bij in 2016-2018. De privacywetgeving speelt een rol. Want ook mensen die ingehuurd worden hebben nieuwe rechten op privacy, hebben ook het recht om uit het geheugen van uw organisatie gewist te kunnen worden. Claimen dat recht ook soms. En dan moet je wel je informatie dusdanig hebben opgeslagen dat je het ook weer kunt verwijderen. En als het in allerlei Outlook folders zit en op allerlei lokale schijven, de cv's en profielen van mensen, ja, dan kun je niet aan zo'n verzoek voldoen. Dus ook daar zie je dat organisaties aanknopingspunten zien. Ja, en wat nu natuurlijk het thema is, waar ik denk ongeveer de helft van de webinars over gaat, is de toenemende schaarste aan personeel en hoe vind je ze en hoe vind je ze. En dat, ja, daar is toch van ouds is flex een hele belangrijke ingang voor vast. Dus een goed inhuurproces zorgt ervoor dat jij wel die professional vindt die je buurman even niet heeft gevonden. Oké, ik had jullie beloofd om het even over inhuurvolwassenheid te hebben. Wat je ziet is eigenlijk, ik hoop dat je het een beetje mee kunt zien, ook als u op de mobiel dit webinar volgt. Maar en niveaus 1 tot en met 5 van decentraal, waar eigenlijk de organisatie zegt veel inhurende manager aan jou het woord, doe wat je nodig vindt. Je ziet dan op niveau 2 dat inkoop al een paar dingen heeft geregeld om wat regulering te krijgen, wat meer grip te krijgen. Nou, het begint dan meestal met het aanstellen van voorkeurleveranciers in de verschillende kavels, zodat de organisatie in ieder geval weet met wie die zaken doet. Dan zien we op niveau 3 dat er één leverancier wordt aangesteld om het te regelen voor de hele organisatie.
Dat levert ook weer een aantal voordelen op, in ieder geval een hoop grip. Ja, en dan zie je eigenlijk dat je op dat volwassenheidsniveau is inkoop, de rol van inkoop ongeveer wel uitgespeeld. Want dan moet echt HR aan boord komen om de volgende stap te maken. En dat is ja, hier een S&P of een MSP genoemd. Een self-managed program of een managed service provider. En dat is inderdaad of je nou zelf het zelf gaat doen of uit gaat besteden. Maar de systematiek is hetzelfde. En je zegt eigenlijk van ik wil de hele markt gelijke kansen geven om bij mij aan de slag te kunnen. Maar tegelijkertijd wil ik wel één proces en wil ik alle inhuur via dat proces georganiseerd hebben. Nou, stap 5, daar zullen ook nog wel een aantal webinars over gaan, zover gaan wij niet. Total Talent Management is wel een aantal organisaties in Nederland die het op dit moment ambieert en probeert in te vullen. Maar dat is ongeveer wel de stand van zaken. Even dat plaatje in gedachten houden, ben ik benieuwd. U kunt als het goed is aangeven in uw scherm waar u zit qua volwassenheid. De uitslagen van de poll van 2018, dus van vorig jaar, staan ernaast. Laat u niet beïnvloeden. Geef u rustig aan waar u denkt hoe uw organisatie scoort op volwassenheid. En dan kijk ik even naar mijn regisseur of de resultaten al binnenkomen. Ik zie hem knikken. Dus dat gaat de goede kant op. En je ziet dat in 2018 toch de helft van de mensen ongeveer wel niveau 3 in gedachten had. Nog flink wat die zeiden van nou, we zijn al een stap verder. Dus een aardige hele verdeling. Even kijken, ja, daar komen de uitslagen binnen. Ik zie in ieder geval één gunstige ontwikkeling, dus dat ik meer kijkers heb dan vorig jaar. Dus dat is al top. Jullie zien het volgens mij, het zijn percentages. Oké, okay. Nou goed, dat gaan we nog afwachten dan. Maar we zien inderdaad eigenlijk toch wel een beetje een vergelijkbare, nog wel wat volwassener inschatting van dit publiek. Dus dat is hartstikke leuk. Ik zie er zelfs 4% in Total Talent Management zitten. Dus daar ben ik benieuwd naar afloop. We komen hier nog op terug. Maar kijkend naar die niveaus, die inhuurniveaus, dan kan je die 1, 2, 3 en 4 kan je ook op een andere manier weergeven. En dat is eigenlijk van ja, heb je nou wel regie of niet in je organisatie? En heeft die lijnmanager nou wel keuzevrijheid, ja of nee? En dat is op niveaus 1 en 2, ja, ontbreekt die regie. En de grap is dat op niveau 2 en 3, hè, waar inkoop dus heeft ingegrepen hè, op de voorkeurleveranciers en de master vendor, ja, daar ervaart die lijnmanager juist weer een gebrek aan autonomie. Dus hij kan niet kiezen welke kandidaat hij wil inhuren. Hè, want hij moet zich ja, beperken tot wat de gekozen leveranciers hem aanbieden. En om dat dilemma op te lossen, zou je eigenlijk in één keer op niveau 4 terecht willen komen. Want dan heeft en die inhurende manager zijn vrijheid. En de stafafdelingen en dus ook de directie hebben de regie op dat proces terug. Nou, hoe ziet dat er dan in meer detail uit? Als je naar die volwassenheid kijkt, dan kun je dat een beetje uit elkaar trekken en eens goed gaan kijken van ja, hoe score ik nou op mijn procesbeheersing als het gaat om het stellen van doelen, als het gaat om het formuleren van beleid, als het gaat om dat uitwerken in processen, als het gaat om het niveau van mijn ondersteunende technologie en wat het dan voor resultaten oplevert. En nou, er zit eigenlijk, je kunt rustig naar dat plaatje kijken, staat ook in het boek. Maar er zitten een paar elementen in. Eén is, het is hoogst onwaarschijnlijk dat die eerste vier, of zeg maar de eerste drie, dat is doelen, beleid en processen, en dat daar meer dan één of twee gaten tussen zitten. En wat ook zo is, als je dit gaat invullen, is dat je zult zien dat je resultaat altijd nooit verder komt, zeg maar dan het
laagste niveau van doelen, beleid, proces of technologie. Dus als een van die twee op fase 2 zitten, dan zullen je resultaten enigszins voorspelbaar zijn. Maar als je één van die niveaus niet haalt, dan val je alweer snel terug naar onvoorspelbaar. Dus het is goed om met elkaar vast te stellen van, joh, dat je aan al die knoppen hebt gedraaid. En dan kan je ook aangeven waar je wil staan. En dat kan in fase 3, kan in fase 4, kan in fase 2. Als het maar een gedeelde ambitie is en iedereen bereid is om daar zijn beste voor te doen. We hebben nu iets wat meer in detail naar volwassenheid gekeken. Dus misschien is het nu wel aardig om nog een keer de vraag te stellen. En kijken hoe jullie nu de organisatie scoren. Even met in het achterhoofd dat het laagste van doelen, beleid, proces, technologie bepaalt waar je feitelijk staat. Dan zagen we in, zonder jullie te beïnvloeden natuurlijk, in 2018 wel een kleine verschuiving. Dat men iets voorzichtiger werd met zichzelf scoren. Ik ben benieuwd hoe dat nu gaat. Dan laat ik alvast deze slide zien. Ik kom zo op jullie antwoorden terug. Want we zien dat dus de meerderheid van de organisaties er nog niet is. Tenminste nog niet op het niveau 3 of 4 waar ze zouden willen zijn. Maar vorig jaar heb ik 2018 een tipping point genoemd. En dat zie je ook in deze grafiek. Dat is dat de meerderheid er echt aan zit te komen. En dat is nog steeds de verwachting. En we zien het ook aan het aantal, alleen al het aantal aanbestedingen. Wat er is op professioneel inhuren. En dat die markt ontzettend in beweging is. En dat eigenlijk elke grote organisatie wel streeft naar een professioneel niveau van inhuren. Even te kijken, want als je die trendlijn vergelijkt met ook de adoptie van cloud-technologie, dan zie je dat het ook elkaar keurig opvolgt. En die cloud-technologie is ook echt nodig om die tooling onder dat proces goed te kunnen leggen en te zorgen dat je je goede marketing, goede marktwerking kunt faciliteren. Dat is een professioneel VMS. Ja, dat raad ik toch echt iedereen aan om dat aan te schaffen. Ik heb er geen aandelen in, maar ik zou het wel doen. Dan nu hebben we dat een beetje bekeken. Ik zie de uitslag van de poll, dankjewel. Top. Toch een kleine. Ik denk dat het gewoon redelijk hetzelfde is als wat er eerst werd gezegd. Dus jullie zijn een standvastig publiek, dat is mooi. Dat is ook een teken van volwassenheid. Ik zal de uitslagen straks met jullie delen, maar het is een hele consistent ingevulde lijst. Dus dat is goed om te zien. En dan zelf doen of uitbesteden, want daar gingen we tenslotte om. Dus meer en meer organisaties zien we, die zeggen gewoon van ja jongens, leuk al die partners in de markt, maar wij kunnen ook een boek lezen en we kunnen het zelf ook en we hebben al wat. En dat is vaak toch ook wel aan de hand. En dus er is al een centrale loketfunctie. Iemand is al min of meer verantwoordelijk, in ieder geval voor dat centrale loket. Er zijn eigen HR-mensen. Het zijn bijvoorbeeld de recruiters. Die kennen hun inhurende managers, die kennen die behoeftes. Dus die zeggen van ja, jongens, wij zijn prima geëquipeerd om dit proces zelf op te pakken. En als voordeel heeft dat ook dat er dan ook met een eigen flexpool gewerkt kan worden. Dus die ook aangesloten kan worden op dat inhuurproces. Dus dat je eigen flexmensen voorrang krijgen op marktmensen. Het is natuurlijk prettig dat je in ieder geval je eigen mensen beter aan je bindt. Over het algemeen zijn ze ook nog een stukje goedkoper. Er zijn ook nog wel organisaties die gewoon zeggen van ja jongens, maar inhuur is voor ons ook strategisch.
En om dat nou aan een derde partij over te laten, ja, dat vinden we gewoon niet heel verstandig. Dus dat zijn argumenten die we zien, waarbij organisaties zeggen, laten we het gewoon zelf gaan doen. Nou, belangrijk daarbij is dat je, als je gaat nadenken over dat professioneel inhuren, dus dat je zegt van ja, oké, ik heb niet één inhuurstrategie voor mijn hele inhuurpopulatie. Dat zou echt, denk ik, een jaar of 3-4 geleden, ja, was dat wel hoe men er naar keek. Maar ik zou dat echt nu niet meer zo durven doen. En ik denk dat het goed is om je, ja, te kijken naar je inhuurpopulatie. Welke functies zitten daar nou in? Wat voor type mensen zitten daar nou in? En probeer die dan eens te plotten in deze matrix, waarbij je ze eigenlijk deelt, dus in 2x2, als een goede consultant dat doet. Waarbij je zegt van, laten we nou eens een onderscheid maken in dure mensen en goedkope mensen, heel plat. Maar ook in mensen die moeilijk te vinden zijn en relatief makkelijk te vinden zijn. Nou, als je dan moeilijk te vinden bent, en je bent ook nog duur, ja, dan zal je als organisatie voor dat soort mensen toch iets extra's moeten doen dan alleen een vacature zetten op een jobboard of op een marktplaats. Dan moet je echt weten waar ze zitten en ook, ja, het liefst ook nog afspraken maken met organisaties die jou kunnen helpen om die mensen aan je te binden. Dus dan heb je echt partners nodig. Kijk je nou naar mensen die relatief makkelijk te vinden zijn en ook niet al te duur, ja, dan zegt ook de inkooptheorie van, joh, maak het dan gewoon simpel. Kies één organisatie dat voor je regelt en ben er klaar mee. Dus pak een van de grote uitzendbureaus of een lokale partij en breng dat daaronder. Maak goede afspraken over je proces en dan ben je klaar. Ja, en als je dan kijkt naar mensen die, nou, niet zo heel moeilijk te vinden zijn, maar die gewoon redelijk prijzig zijn. Neem bijvoorbeeld een ICT-projectmanager of een marketeer of een HR-professional. Zijn nog redelijk goed te vinden. Ja, wel academisch opgeleid, of HBO, dus zo aardig in de papieren. Ja, daar werkt marktwerking gewoon goed. Hè? Dus als je daar een marktplaats of een dynamisch aankoopsysteem als basis kiest, dan heb je daar een hele goede manier voor om die mensen naar binnen te krijgen. Nou, krijg je naar rechtsonder, dat is een relatief lastige groep. Moeilijk te vinden, niet al te duur. Denk aan verpleegkundigen, denk aan technici, uitvoerende technici. En daar zie je veel ZZP'ers, dus die markt is enorm versplinterd. Er zijn mensen die denken van, ja, goh, ik ben toch wel schaars. En het verschil tussen een ZZP-tarief en een loon, ja, dat vind ik toch dusdanig interessant dat ik voor mezelf ga beginnen. Het zijn over het algemeen ook de beste professionals die dat doen, want die durven het aan. Die weten dat ze dat kunnen. Nou, de truc is dat je ook daar natuurlijk in ieder geval toegang moet creëren voor dergelijke mensen. En dat je ze ook probeert natuurlijk aan je te binden. Dat ze liever bij jou werken dan bij je buurman. En wat je nu met professioneel inhuren wil doen, is dat je met je eigen inhuurdesk, met je eigen proces regie voert op al die vier, velden. Nou, ga je dat dan zelf doen of ga je dan hulp vragen aan een aan een managed service provider of aan een broker of aan een andere intermediair. Als je nou eens kijkt naar uitbesteden als vorm. Wat zijn dan de voor- en nadelen daartegen? Dus het voordeel is natuurlijk, kijk, als je het uitbesteedt. Zo'n partij is gewend om een change in je organisatie te maken. Want dat hebben ze voor andere klanten ook gedaan. Je kunt rustig checken of dat succesvol is gegaan en dan weet je hoe het ongeveer bij jou zou gaan werken. Maar over het algemeen ben je dan gewoon binnen 3 maanden ben je operationeel. Na gunning uiteraard. Dus je zegt van oké, ga maar aan de slag. Ben je binnen 3 maanden ook echt onderweg. Ander voordeel is
dat je de onderliggende technologie, ja, daar heeft de partner waar je voor kiest, heeft daar gewoon ervaring mee. En die heeft dat vaak voor meerdere klanten in de lucht. Dus die heeft gewoon al die expertise in huis om dat VMS zo in te richten dat je er ook echt als organisatie het maximale nut uit haalt. En ik ben toch wel in een aantal organisaties geweest waar ze zelf een VMS hebben aangeschaft. Ja, dan is het toch echt wel zonde om te zien hoe weinig daarmee gebeurt. En dus wordt het alleen gebruikt om, om bijvoorbeeld een aanvraag op de marktplaats te zetten, maar alle facetten eromheen om dat proces ook beheerst plaats te laten vinden, wordt allemaal niet gebruikt. Dat is gewoon zonde. Een ander voordeel is dat je zo'n partner aan wie je uitbesteedt, die kan je managen op een aantal KPI's die je hebt vastgelegd. Je zegt gewoon, oké, deze KPI's wil ik dat je rapporteert. We hebben het er elke maand over. We zetten er een stoplichtrapportage op. En als je twee keer rood hebt, ja, dan ben je af. En bij één keer geel, dan gaan we praten. Nou, enzovoort. Ik kan nog wel eens op bedenken. Maar dus, ja, dan ben je wel in controle. Maar je laat je partner dan toch het moeilijke werk doen. Nou, een aantal nadelen. Het is best een omvangrijk inkoopproject. Dus als je kijkt dat je de MSP, dus een managed service provider, probeert of een andere intermediair gaat uitvragen. Ja, dan moet je toch even nadenken over hoe je dat doet. Nou, er zijn gelukkig ook allerlei partijen die je daarmee kunnen helpen. Dat zijn met name de inkoopadviesclubs. Die hebben daar inmiddels toch ook alweer een jaar of vijf ervaring mee opgedaan. Dus dat is prima in te kopen. Maar ook voor het VMS of in combinatie. Het is toch wel een traject waar je even tijd vooruit moet trekken. Waarbij we toch, ja, toch een maand of drie voorbereiding in je eigen organisatie. Vervolgens een maand of drie de markt de tijd geven om met een fatsoenlijk aanbod te komen. En dan een maand of drie implementatie. En dus als je in december operationeel wil zijn, dan zou ik maar beginnen. Dat is ongeveer hoe het werkt. Een ander nadeel is dat je, als je het zelf gaat doen, dat je weerstand krijgt in je transitie, in je transformatie. En dat vreemde ogen die dwingen er even niet zijn. Het is wel, en dat je jezelf afhankelijk maakt van een derde partij. Ik zeg het precies verkeerd om. Een nadeel van het uitbesteden is dat je in die veranderende werkwijze, ja, dat je inhurende managers met name daar wel goed op moet voorbereiden. Omdat anders men zegt van ja, hallo, wat gaan we nu weer doen? Laat mij even rustig bewerken, want ik heb hier geen zin in. Het voordeel van een interne partij, of een externe partij, is dan wel natuurlijk dat ze eerder met het beltje hebben gehakt. En dat ze weten hoe je daarmee om moet gaan. Belangrijk voordeel van een externe partij is dat ze vaak ook al een startnetwerk van leveranciers en freelancers beschikbaar hebben. En dat je daar je eigen netwerk op aan kunt sluiten. En dat je risico's kunt afwentelen op professionele externe partijen. Dat is natuurlijk ook prettig. Dus je kunt zeggen van oké, die wet DBA. Daar ben jij de eerste aansprakelijke in. Of in de AVG, als daar fouten worden gemaakt, dan leg ik dat bij jou neer, de beste partner. Dat is natuurlijk mogelijk, alleen hou wel in de gaten dat er altijd restrisico's bij jezelf blijven. Nou, ander nadeel van het uitbesteden is dat je zegt van oké, waar blijft die kennis opbouwen in mijn eigen organisatie en wie gaat die externe partij dan aansturen? Want ik moet wel een beetje kennis overhouden om die partij ook goed aan te kunnen sturen. En dat is ook een vak apart. Dus die persoon moet wel beschikbaar zijn. Nou, als je dan kijkt vanuit het perspectief van zelf doen, dan zijn de argumenten ook anders. Dus ik zou ook echt, als je die discussie intern voert, zet beide petten op en doe dat met elkaar. Zet een aantal mensen om de tafel, vanuit inkoop, vanuit HR en liefst nog een paar inhurende managers. En ga het erover hebben. En dus als je kijkt naar de voordelen die je zou kunnen verzinnen. En ik ben benieuwd of er nog aanvullingen zijn vanuit jullie. Om het zelf te doen, wat is daar nou een voordeel van? Nou ja, je kunt zeggen, mensen zijn de onderscheidende factor in de organisatie.
Dus het management van die mensen is daarmee een kerncompetentie. En HR moet het niet laten lopen. Dus zelf doen. En ook als je kijkt naar richting Total Talent Management, er komt straks een verhaal over RPO. Ja, dat is natuurlijk ook een ding, hè, om je hele recruitment naar buiten te brengen en je afhankelijk te maken van een andere partij. En dus ook daar, in die integratie met vast en flex onder eigen beheer, zou je er ook voor kunnen kiezen om te zeggen van ja, dat willen we gewoon echt zelf blijven doen. Maar goed, er zijn ook nadelen natuurlijk, hè, want je moet zo'n inhuurdesk die je dan gaat inrichten, ja, die moet je wel aansturen, je moet hem bemannen. Je moet kennis hebben van de markt. Je moet je eigen medewerkers daarvoor opleiden. Want je heb je waarschijnlijk nu niet in huis. Maar goed, er zijn ook weer mogelijkheden voor. En dus kijken we nog naar andere voordelen. En dus je hebt in ieder geval, je kunt een eigen tooling aanschaffen. Nou, dat biedt je ook flexibiliteit naar de toekomst. Hè, want, en je bent makkelijker in staat om die stap naar Total Talent Management te maken, wat ik net al zei. Nou, nadeel natuurlijk ook nog, dus de kennis van die VMS-tool, we kwamen al eerder tegen. Je hebt natuurlijk, je doet het pas voor de eerste keer, dus die kennis moet je opbouwen. En het duurt toch wel even voordat je echt professioneel up and running bent met je nieuwe proces. En reken daar toch wel 1 tot 2 jaar voor. En in die tijd zul je ook nog je leveranciersnetwerk op moeten bouwen en aan boord moeten krijgen. Dus ja, samenvattend. Ik zou zeggen, kijk gewoon per categorie hoe je je inhuurstrategie gaat voeren. Dat is je vertrekpunt. En vervolgens ga je de discussie voeren. Of ga ik het dan zelf doen of ga ik het uitbesteden? En tot slot, ja, ik zou zeggen, ja, maak in ieder geval gebruik van externe expertise waar je eigen ervaring ontbreekt. En dat kan ook zijn in het voortraject om die discussie te leiden of om argumenten uit te wisselen. Ja, er zijn voldoende partijen die jullie daar graag mee willen helpen. Dus maak daar vooral gebruik van. Nou, ik ben wel benieuwd. Ik heb een aantal argumenten aangevoerd en dat zijn gewoon de argumenten die ik hoor als ik met inhurende organisaties spreek. Ik weet niet of er nog aanvullingen zijn. Kijk even naar mijn regisseur of die al wat vragen heeft gezien of wat opmerkingen. Nee, op dit moment nog niet, Paul. Maar kijkers, als jullie vragen hebben, stel ze gerust. En inderdaad die ervaringen van wat zijn nou je eigen argumenten om het wel of niet zelf te doen, deel die gerust in de chatbox, mensen. We gaan daar straks wel even iets over doordiscussiëren. Ja, helemaal prima. Heb ik nog tijd? Ja, je hebt nog een minuutje 5 voor je presentatie. En dan behandelen we graag wel even een paar discussiepunten. Oké, want ja, ik heb eigenlijk niet zo heel veel tijd meer nodig. Ik heb nog een aantal slides voor jullie opgenomen. Waarbij ik het zeg van, nou, oké, zelf doen en uitbesteden. Zit daar nou niks tussenin? Ja, natuurlijk zit er iets tussenin. En dat is natuurlijk ook een oplossing. En waarbij je zegt van, joh, ik ga met een kennispartner samen dit proces voor mijzelf inrichten. En dus dan zit je eigenlijk, nou, vroeger in de bedrijfskunde had je make or buy en daartussenin zat cooperate. Nou, dit is een echte coöperatie. En dat zou er ongeveer zo uit kunnen zien. En waarbij je zegt van, oké, ik ga mijn eigen inhuurdesk bouwen en ontwikkelen, neerzetten. Dus in fase 0 zet ik een projectgroep bij elkaar, we maken de business case. We maken een plan van aanpak. En vervolgens ga ik samen met een partner de transitie uitvoeren. Nou, die heeft dat vaak gedaan, dus dat komt goed. In fase 2 zeg ik vervolgens, ik ga met een aantal eigen mensen met een aantal mensen van die partner de eerste meters maken, het beheer uitvoeren. Zorg dat mijn eigen mensen langzaam worden opgeleid en ingeleerd. En daarmee begint ook eigenlijk je derde fase, waar je zegt van oké, nu ga ik naar een situatie toe waarbij de partner mij volkomen loslaat. En ik uiteindelijk zelf de zaak overneem en in controle ben over mijn eigen inhuurproces. Nou,
hoe kan je dan die partner gebruiken? Je moet hem eigenlijk gewoon zien dan als een soort praktijkbegeleider. Dus als je die op het HBO en de universiteit ook wel tegenkomt. Dus je kunt er gewoon hulp krijgen bij een plan van aanpak en een business case. Partijen hebben dat al vaak gedaan. Je kunt hulp krijgen bij het aansturen van de InnuDesk. Dus als je zegt van joh, jullie runnen InnuDesk voor allerlei partijen. Kunnen jullie er ook tijdelijk eentje bij mij aansturen? Je kan hulp krijgen natuurlijk bij het bemannen van de InnuDesk. En ze kunnen je helpen met het opleiden van eigen medewerkers. Dat is bijvoorbeeld elk BOVIP-lid. Dat stuurt in ieder geval zijn MSP-consultants inmiddels naar een speciale door BOVIP ontwikkelde training. Nou, ook erg interessant voor organisaties die hun eigen inhuur ter hand nemen, want het spel is natuurlijk precies hetzelfde. Wat kan je nog meer van die partner vragen? Je kunt zeggen van joh, ik ben wel geïnteresseerd in die leveranciersdatabase, ik ben geïnteresseerd in benchmarking, geïnteresseerd in informatie die je daarover hebt. En ik ben dan niet 1 tot 2 jaar bezig tot die InnuDesk draait, maar ik kan dat gewoon die tijd terugbrengen naar 3 maanden. Nou, daar kan je ook een partner voor gebruiken. En je kan ook de VMS-consultants van die partner lenen. En daarmee ook die VMS-beheerkennis in huis halen. Dus zo kan je, als je een samenwerking zoekt, kan je en die snelheid maken. Van binnen 3 maanden up and running. En je eigen organisatie houdt die competenties vast. Je blijft eigenaar van de processen van de onderliggende tooling. Dus je moet eigenlijk gewoon kijken, wat past nou goed bij mij? Ga ik naar de markt toe, want dat ik volledig ontzorgd word, is voor mij belangrijk. Ga ik het helemaal zelf doen, want controle is voor mij echt belangrijk. Of ga je er tussenin zitten en je zegt van, ik wil eigenlijk een beetje het beste van die twee werelden. Dat is een beetje mijn bijdrage. Ik ben benieuwd of er vragen zijn of opmerkingen. Ja, nou, dankjewel. In ieder geval een heel helder verhaal. De vraag stellen is belangrijker dan het antwoord. Ik denk dat de rode draad is. Ja. Misschien hebben kijkers inderdaad vragen of opmerkingen. Ervaringen, deel ze dan eventjes. Dan gaan we die zo meteen nog eventjes bespreken. Eentje die wel naar boven komt in ieder geval. Als je het toch hebt over een advies geven over zelf doen of uitbesteden. Maar in het begin heb je het erover dat schaarste toch wel een van de belangrijkste actuele drijfveren is om professioneel in te huren. Ja. Schaarste en de afwering zelf doen en uitbesteden. Zou je daar nog iets over kunnen zeggen? Hoe die twee werelden bij elkaar komen? Ja. Even te kijken welke kant ik nu op ga. Kijk, dat schaars personeel aan je binden, dat is natuurlijk wel de verantwoordelijkheid van je eigen organisatie. Ja. En ik zou dat heel lastig vinden om dat zomaar aan een marktpartij over te laten. Ja. Dan moet je gewoon bovenop blijven zitten. Aan de andere kant. Wat ik ook aangeef in die matrix, hè, als je kijkt naar die verschillende categorieën die je hebt, denk ik dat het wel nodig is dat je goede partnerships smeet in die markt. Ja. Maar dat moet je ook echt zelf doen. Ja, dus daar waar die kandidaat zit, daar moet je je netwerk hebben en daar moet je eigen voorhoofd liggen. Ja. Nou, ik denk dat dat wel ook een brugje is naar de rest van de webinarweek, als je het hebt over toch als organisatie, ook al huur je in, wat misschien nog een beetje een inkoopproces lijkt af en toe, ondertussen natuurlijk veel meer een recruitmentproces is. Ja. Ik denk dat met name recruiters altijd wel, in ieder geval in hun genen wat meer hebben, dat ze met één been in die arbeidsmarkt staan en op die manier de goede afwegingen En daarom is het ook maken. Echt verschrikkelijk belangrijk dat de HR-verantwoordelijken en de recruiters gewoon vol aan boord stappen in het interviewproces. Ja, ja.
veranderproces, dat hoorde ik op een gegeven moment ook zeggen. Bedoel, of je het nou zelf doet of uitbesteedt, het blijft wel een echt veranderproces. Ja, want het vergt toch een andere manier van werken. Het vraagt ook aan managers om bepaalde afspraken na te komen. Van, doen we het op deze manier. Ja. Ja, en dat lukt je alleen maar als je ook voordelen levert voor die inhurende manager. Dus dat hij zich ook echt ontzorgd voelt. Ja. En zoiets heeft van, ja, dit is een vooruitgang voor mij. Ja, ja. Ja, ik met dat veranderingsmanagement, ik moet altijd denken aan vroeger, raak ik misschien de helft van de kijkers kwijt, maar toen had ik nog WordPerfect en MS-DOS en toen gingen we naar Windows. Ik vond het vreselijk. Ik kon niet meer Shift F5 en dat soort dingen. Ja. En, terwijl het natuurlijk alleen maar beter was. Ja. En dus zelfs al wordt het helemaal beter, dan nog hebben mensen geen zin in die verandering. Nee. Dus dat moet je echt realiseren. Maar als je dat realiseert, lukt het ook. Want je komt in een betere situatie. En dat gaat die inhurende manager ook merken. Dus het gaat ook lukken. Dat is goed nieuws. Mooi, mooi. Ja, heel goed. Het is volgens mij ook duidelijk dat jullie, je ervaringen die je nou de afgelopen jaren hebben opgebouwd in het inrichten van een MSP-propositie, meer en meer ook die kennis ter beschikking willen stellen, organisatie die het ook zelf willen doen. Ja. Ik denk dat een interessante beweging is in ieder geval. Goed, dankjewel Paul voor je heldere uitleg. Jullie krijgen de slides ook nog eens een keertje toegestuurd. Ik denk dat een aantal interessante vragen en lijstjes er toe stonden. Die krijgen ook met de opnames van dit webinar gestuurd. Een aantal aspecten die aan bod kwamen. Total Talent Acquisition. Daar gaat Mark van Assema donderdag verder op in. Over hoe je outsourcen doet effectief binnen de specifieke wereld van de IT. Daar komen jullie nieuwe collega's van Mylen zo meteen over praten. En het recruitment process outsourcing. Dus het outsourcen van recruitment. Nou, dat heeft flinke raakvlakken met het verhaal wat Paul net had. Daar komen Mark en Marleen later vanmiddag over te spreken. Dus heb je nog niet voor even die webinars ingeschreven, dan doe dat alsnog op onze website. www.werven/webinarweek, daar kan je daarvoor inschrijven. En ook voor de andere dagen die wat meer op het vaste recruitment gaan. We gaan even afsluiten en over een half uurtje zijn wij weer terug. Tot ziens!